vader die stond min of meer met zijn rug tegen de muur, want die landheer zei, je moet wegwezen per 1 mei. En dat was niet een opzegtermijn? Dat was toen niet. In 1956 is de pachtwet gekomen. Ja. En toen werd de pachter min of meer beschermd. Maar dat was toen niet zo. Je kon gewoon moeven. Ja. Dat toen is mijn vader op een vaarboerderij in Vinkerveen terechtgekomen van die neven. En het leuke was, we hadden op die vaarboerderij ook nog een overpad naar twee boerderijen die een kilometer in het land stonden. Dus we waren meteen eigenlijk van het ene uiterste in het andere uiterste gearriveerd. Dat varen, nou dat maakte bij mij een behoorlijke indruk. We waren dus rijboer geweest en we werden vaarboer en toen dacht ik nou... Dat varen is zo gek nog niet. Je kan 3 keer, 4 keer zoveel meenemen. En die vaarwegen zijn altijd toegankelijk. Iedereen heeft rekening te houden met elkaar. Je hebt een draaibrug, maar de buren moeten er doorheen kunnen. En zo probeer je dat handen en voeten te geven. Je bent gewoon met elkaar eigenlijk bezig in zo'n gebied. En vooral als het niet goed verkaveld is. Ja. We hadden dus ook zo'n draaibrug, en daar kom ik straks nog even op terug. Er moesten 3 boeren van die draaibrug doorheen om hooi en koeien daar te brengen. Ja? En diezelfde brug, die moest ervoor dienen om dus die 2 boerderijen te bemannen. En, ook door. Ja. Die moesten eigenlijk daar weer overheen, over die brug. Ja, dat was het overpad. Maar goed, ik was dus een jaar of 11 toen ik in Vinkerveen terechtkwam. En dan ben je wel net op een leeftijd dat je zegt van nou, dat is totaal anders dan wat ik beleefd heb. Ja. Ik kom uit een gezin met nog een broer en een zus. Dus we waren eigenlijk met z'n 3 als kinderen. Ja. En dat ervaar ik niet als veel, maar het was niet anders, wat ik het maar zo zeggen. En mijn andere broer ging bij de Jonsson werken en mijn zus die ging op naar de huizenschool. Maar mijn ambitie was toch wel dat ik graag boer zou willen worden. Vandaar dat ik dus gewoon naar de lagere school, naar de landbouwschool ging in Vinkerveen. En na 4 jaar kon je dan naar Utrecht. Daar ben ik nog 2 jaar geweest. En toen ben ik onderweg mijn huidige vrouw tegengekomen. Want onderweg, is het voordeel als je op de fiets gaat, je ziet veel meer als met de auto. Ja, dat is waar. He, je kijkt wat meer in de rond. En op een gegeven moment dan stop je zelfs. Maar goed, dat is dus. Hoe oud was je toen? 16. 17. 16 jaar toen ik daar op school ging. Maar goed, ik was toch wel zwart 17 voor dat verkeer kreeg met haar hoor. Want ja, dat gaat ook niet zo makkelijk. Nee. Dat weet je wel, en zeker als je er goed uitziet. Hè. Ja. Vertel dat eens even zo'n beetje hoe dat dan is gegaan. Nou, het was ook zo dat het met een smoesje ga je daar natuurlijk eens een keer aan. Hè. Ja. En ja, toen ook wel eens ooms of mensen die wilden dat een soort stimuleren. Ja. Die zagen dat een soort wel zitten met die 2 en die gingen dat een soort met een... Dan stuurden ze met een smoesje naar zo'n iemand toe en dat smoesje wisten ze eigenlijk al. Of dat verhaaltje, dat wisten ze al daar. Maar dan moest je wel eventjes gaan zeggen dat ze koeien kwamen scheren. Weet je wel, maar dat was blijkbaar. Dat was een smoes. Hè? Of die band op laten pompen, dat soort dingen, dat had je toen. He? En als die mensen daar geen pomp hadden, ja, dan was het natuurlijk, dan had je een probleem, dan kon je gaan lopen. Maar niettemin, ik heb toch een jaar of 4, 5 verkeerden gehad, voordat we toch besloten om te gaan trouwen. En ik denk dat ik misschien nog wel langer verkeering gehad zou hebben, maar mijn vader zegt, joh, jij gaat al aan me trouwen, want ik ben zat. Mm-hmm. Ik ben nou 72. Ja, ik had een oudere vader, die was 72, hij zei, ik ben zat met het boeren. Ja. En jij bent 22. Dus vandaar dat ik heel gemakkelijk toen eigenlijk boeren kon worden. Nou, toen neem je de boerderij van je vader over? Ik nam de boerderij van mijn vader over. De buurman die had zijn zomerhuis ter beschikking.
Dat was dus die tweede woning die naast de boerderij stond. En hij zei, je kan wel, mijn vader heette Joris, je kan wel bij mij in het zomerhuis gaan wonen. Nou, dat was eigenlijk een tijd van 6 weken bekeken. Zo. Toen waren we getrouwd ook. Hoe groot was het bedrijf? Nou, dat was 14 hectare kadastraal, 11 hectare land en 3 hectare water. Dat moet je wel gescheiden hebben in die regio bij ons, want anders dan verkijk je eigenlijk erop. Ja. Maar het was een hele ongelukkige boerderij. Ik had eigenlijk niet broeder. Ja. Nou, de buurman naast ons die had helemaal geen land bij zijn boerderij. Wij hadden daar nog 7 hectare achter de boerderij. Ja. En 4 hectare op afstand. Maar die buurman had helemaal geen land achter zijn boerderij. Nee. Die zat op een eilandje. Maar ja, dat was gewoon historie. Ja. Daar was verder niks mis mee. Dus wij trouwden en toen wist ik toch eigenlijk wel van, had het woord ruilverkaveling alles gehoord. Ja. En dat werd ook een beetje toen door de landbouworganisaties en gemeentes en weet ik het wat, werd het geactiveerd. Ja. En toen ging het een beetje gebeuren. Dat ik toen ook ging trouwen al wist dat ik daar niet zou blijven. Ja. Gewoon een heel ongelukkige boerderij, qua liggingen, noem maar op. En geen omvang. Ja, wat hoeveel koeien had je? 18 of 20. Ja, dat is niet veel. Dat is niet veel, maar niemand had er veel meer hoor. Mm-hmm. Het waren gewoon dus van die bedrijven van ja, toch nog een medewerker of een knecht. Heel vaak waren erg arbeidsintensief. Maar met 20 koeien hield het, 24 koeien, meer konden er ook niet in de stal. Ja. Was alles vol. Ja. En het werk ging allemaal met de hand of ging met de hand. Iets, alles. Ja. Toevallig zat mijn broer hier gisteren nog en dat uitscheppen van die gruppen, ja. Dat moest door van die luikjes gebeuren. Want achter die koeien kon je niet met de kruiwagen lopen. Nee. Dan moest je er een paar stappen nemen en dan kon je er...